Ja, kijk, als we staan lokaal. We staan hier op het Dorien van Schurenplein in Elsen. Met de voorzitter van het kindervakantiewerk Stijn, Annelies Muller. Annelies, goedemorgen. Goedemorgen terug. Gans vreug eigenlijk, ja, hè? In afwachting van de eerste bus. Ja. Je gaat met een paar bussen het kindervakantiewerk weer in alle eer toekomen die je verdient eigenlijk met de kinderen lekker op stap. Je bent eigenlijk vanaf 1975 bent je al in de weer met kindervakantiewerk, hè? 70. Toen hebben we statuten gekregen. Want we waren al eerder, al 10 jaar, 15 jaar van tevoren gestart. Dus En dat is altijd wel een hoogtepunt van de kinderen, ja, eigenlijk, de kindervakantiewerk. Altijd in de vakantietijd. En hoe gaat je gezind maandag naar Diest geweest? Vandaag gaat je naar Billyburg, dat is een Volkel. Dat is ook een attractiepark. Erg gezellig en mooi met water en speeltuigen. Van alles voor ieder kind, leeftijd is daar wat te doen. Ja, vandaag met 130 kinderen en 20 man leiding. 130 kinderen. Ja, ja. En dat is allemaal van de gemeente Stijn? Ja, daar kan er dus ook wel eens van geleen bij zitten. Maar de gemeente Stijn is het grootste gedeelte. Het is wel eens een ander kindje van een andere gemeente, maar dat maakt niks uit. Kinderen zijn welkom. Ja, 20 vrijwilligers, handenvol natuurlijk. Het valt wel mee. Geet goed. Ook EHBO-mensen, want dat kan altijd wel een ongelukje gebeuren. Altijd. En we hebben altijd een auto achter de bus aan. Als er wat gebeurt, kunnen we rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan. Ja, dus dat is gelukkig nooit voorgekomen in al die jaren. Wel eens. Je kunt wel eens horen. Ja. Je hebt ze niet helemaal alles onder controle. We kunnen niet altijd overal bij zijn. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja! Dat is het tweede reisje wat je doet nou vandaag. Ja, heb je dat je zo op. Oké, kun je nog wat meer vertellen over jezelf of leuke dingen wat je doet? Wie ziet ze de dag te goed? Nou, we komen dus aan en de penningmeester betaalt dan en dan kunnen we dus door de entry. En dan gaan we dus een gezamenlijke plek zoeken. Dus alles zit centraal. Dus dat we op elke groep kunnen letten als iemand gaat controleren, de kindjes iedere keer. En dan, ja, ze kunnen spelen. En dan is het ongeveer om 17:30 verzamelen. En dan gaan we weer terug naar Stijn en Eurmond en Elslo. Eten en drinken, alles inclusief? Nee, of moeten de dat zelf doen ze zelf. Dus vandaag moeten ze het zelf doen. Maar vrijdag gaan we naar Kalkar in Duitsland. En dan is frietjes gratis, drinken is gratis. En ijs natuurlijk ook. Hè. Ja. Drie keer komt je op stap? Nee, we gaan 6 keer. Dat zijn 6 keer. Maandag, woensdag en vrijdag. En de volgende week ook hetzelfde, maandag, woensdag en vrijdag. Oké, dat is een behoorlijke financiële ingreep voor de ouders. Wie gaat dat met kinderen? Kinderen die uit, minder bedeelde families komen eigenlijk. Hè? Hebben die ook een kans om mee te gaan? Die hebben een kans. Die kunnen zich wenden tot de gemeente. En daar wordt dan iets geregeld dat de kinderen ook mee kunnen. Oh, dat is een goed initiatief. Dus iedereen is ook welkom. Of je wat voor een nationaliteit, of iemand met een rugzakje, of eentje met van Down. Iedereen is welkom. Dus sinds 1973 zijn je al bezig met het kindervakantiewerk. Ja, toen kreeg je de statuten, hè?
volgens de statuten. Maar ziet ze ook dat kinderen die in de jaren 70 als kind meegingen, dat die nu al een vrijwilligersrol, een leidersrol hebben binnen de ook? Ja. Verschillende, dat is wel leuk. Heel leuk. Ja, heel fijn. Die groeien gewoon mee, ja. Ja. En de ouders die toen klein waren, zeg maar, dat zijn nou ouders van... Ja, verschillende staan er hier ook bij. Ja, dus die... Ja. Dus ze kunnen mij dus ook. Ja. Geweldig initiatief, veel plezier vandaag. En fijn dat ze eventjes voor ons vrij hebt gemaakt om een kleine toelichting te geven op kindervakantie. Dankjewel, Annelies. Dankjewel.